ja, ik wil gewoon niet bij Ajax doorbreken en gewoon, ik heb nog niks laten zien eigenlijk, dus laat ik eerst maar in Ajax komen. Het is 31 augustus 2023. Ajax heeft in eigen huis zojuist verloren van de Bulgaarse ploeg Ludogorets. Het is dan ook geen verrassing dat op zulke momenten Ajax Davy Klaassen in echte leider naar voren schuift om de pers te woord te staan. En dan gebeurt er dit. Het feit dat jij hier nu nog zit en nog bent, is een paar keer gevraagd ook wel aan je de afgelopen tijd. Jij blijft gewoon bij Ajax? Dat weet je nooit, Dick. Toch? Ben je dat serieus? Ja, ik zeg nooit. Het zal toch niet, denken vele Ajax-fans. Maar dan, één dag later, is het toch gebeurd. En het lijkt erop dat Davy Klaassen Ajax gaat verlaten. Hij zou, volgens de Telegraaf, vertrekken naar het Italiaanse Internazionale. Met het vertrek van Dusan Tadic nog vers in het geheugen, is het pijnlijk om te zien dat wederom een echte Ajaxie de club verlaat. We gaan terug naar het jaar 2011. Het jaar dat AT5 en Amsterdam kennis maakt met het blonde talent uit Hilversum. De beker gaat naar Ajax. Nummer 10 van de Amsterdammers, Davy Klaassen, werd uiteindelijk uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Je wordt als echt een van de grotere talenten van de toekomst bestempeld. Brengt dat extra druk met zich mee? Nee, voor mij niet. Ik voel dat niet zo. Ik vind het juist alleen maar mooi. Je komt uit Hilversum, hè? Ben je een nuchtere Noord-Hollander? Ja, zeker. Ja? Ja. Niet gek te krijgen? Nee, niet snel. Nee. En snel daarna is het raak, met de nadruk op snel. Klaassen scoort na 42 seconden in zijn eredivisiedebuut tegen NEC. Resli stond met Davy Klaassen. Davy, wat een droomstart. Ja, zeker weten. Dan val je in en gelijk eigenlijk je eerste balcontact is gelijk een goal. Ja, ik zat ook even te denken, heeft hij nou een bal eerder geraakt? Nee, het was echt het eerste balcontact. Ja, die aanval was mijn eerste balcontact inderdaad. Zo'n droomdebuut. Deze dag ga je niet snel vergeten, denk ik. Nee, zeker weten niet. Het blijft nog wel lang in mijn geheugen. Davy valt op. Hij scoort, heeft een geweldige basistechniek en werkt keihard. Maar je vrienden die gaan naar het Leidseplein en jij zegt nee, ik moet trainen. Is dat lastig? Nee, is niet lastig. Het is wel af en toe misschien, maar je weet waar je het voor doet. En als je aan zondag weer een finale mag spelen, dan denk je van ja, hier doe ik het wel voor. En dan is alles wat je ervoor laat is eigenlijk niet erg. En de A1 waar hij speelt maakt furoren in Europa door bij het toernooi Next Gen Series, de voorganger van de Youth League, gehakt te maken van clubs als Barcelona. Onder leiding van aanvoerder Klaassen. Je weet wat men zegt, opleiding is nog niet top, maar als je dit ziet en er zijn toch de grootste clubs bij, ja, dan geeft dat heel veel moed voor de toekomst en er lopen ook jongens in voor het eerst. Lesley de Saa maakte Klaassen jarenlang mee als teamgenoot bij Ajax. Inmiddels heeft hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen en is hij trainer van Ajax onder de 14. Davy kwam bij mij in de D1 of D2 en eigenlijk tot aan het eerste hebben we samen gespeeld eigenlijk. Ja, ik heb heel veel herinneringen aan Davy eigenlijk. We hebben zo lang samen gespeeld. Ik was rechts buiten, hij was nummer 10, soms spits. En we hadden gewoon zo'n goede connectie ook. Elk voorzetje die ik gaf stond hij alweer klaar om win te tikken eigenlijk. Dus Ja, ik wil gewoon niet bij Ajax doorbreken en gewoon, ik heb nog niks laten zien eigenlijk, dus laat ik eerst maar in Ajax komen. Ja, hij was gewoon een blonde jongen, echt natuurlijk blond en best wel rustig eigenlijk, maar hij had wel echt een drive om te winnen en doelpunten te maken. Dat is wel echt aan hem herinneren eigenlijk. Was dat ook al toen hij klein was? Ja, toen hij klein was ook. Hij wist gewoon, ik wil scoren, weet je. Hij maakte toen ook al veel doelpunten. En wel een rustige persoonlijkheid had hij altijd. Echt wel een harde club had hij altijd. Dus ik begrijp wel dat de fans helemaal gek van hem zijn. En die liefde die Klaassen heeft voor de club blijft ook niet onopgemerkt bij de AT5-iconen Kale en Kokkie. Ze nemen de jonge Klaassen mee uit eten. Want hoe hiërarchisch is dat ingesteld in zo'n kleedkamer? Ja, wel. Ja. Heeft dat te maken met leeftijd of heeft dat te maken ook, met... Nou, vooral leeftijd en gewoon hoe je bent. Zoals vorig jaar had je natuurlijk Jansen. Hooyer, Vertongen, dat waren gewoon de mannen. Ja. En er werd ook nog even gebarbecued. Nou, weet je wat ik nou wel eens wil zien? Hè? Al die mannen die nu zeggen dat het een lelijk shirt is. Hè? Dan heb je volgend seizoen, eerste wedstrijd. Klaassen neemt een balletje op zijn slof. Pam, meteen een doelpunt. Je wint ADO. En hij flikkert daarnaast zijn shirtje in het publiek. Al diegenen die nu zeggen dat het een lelijk shirtje is, stappen die dan voor mij aan de kant zodat ik hem op kan halen? Ik denk het niet, hè. Ik denk het echt niet. Het is het startsein van een mooie carrière voor Klaassen. Hij is meerdere seizoenen aanvoerder van Ajax en wint 3 keer de landstitel.
Amsterdam. Laat je horen voor Davy Klaassen. Maar dit is een beetje het seizoen, echt je doorbreek. Is dat wat mooier dan eerder? Ja, voor mij zeker. De eerste twee waren ook mooi voor mij, maar toch minder aandeel gehad. Maar vandaag kan ik toch vieren dat ik dit seizoen wel een aandeel had. Davy, kom bij me staan, kom bij me staan. Even één vraag naar de mensen toe. Hoe was dit seizoen voor jou? Ja, perfect. Beetje harder in de microfoon houden. Perfect. Happy? Zeker. Dank je voor je uitbundige verhaal. Ga staan. Maar naast hoogtepunten waren er uiteraard ook dieptepunten. Zoals de horrorwedstrijd tegen de Graafschap in 2016, waar Ajax het kampioenschap verspeelt. Een ongelooflijke deceptie. Ajax is tegen alle verwachtingen in geen landskampioen geworden. Als je kampioen kan worden tegen de Graafschap, dan denk je dat moet wel lukken. Ja. Als we gewoon ons ding doen. En ja, wat we het grootste deel van de eerste helft hebben gedaan. Ja, had ik wat gevoel de hele week van dit moet gaan lukken als we ons ding doen. Maar in 2017 staat hij als aanvoerder van Ajax in de Europa League finale tegen Manchester United. In aanloop daarnaartoe gaat AT5 langs bij familie Klaassen. Hele rustige jongen is het inderdaad. Dat is het ook? Bescheiden. Ja. What you see is what you get, dat ja. idee. Ja. Totdat hij in voetbal valt. Ja. Dan verandert hij. Dan verandert hij, ja. Ja. Ja, dat wordt een boefje. En daar komen we erachter dat zijn kleine broertje voor Feyenoord is. Hoe kan dat? We denken... Ja, je hebt er een medische verklaring voor, denk ik. Dat hij die klemmige zweet heeft met zijn geboorte. Ja, ik zou het niet anders kunnen vertellen. Ik heb er geen verklaring voor. Ajax verliest de finale en Davy Klaassen vertrekt naar het buitenland. Eerst naar Engeland en daarna naar Duitsland. Maar niet geheel onverwachts komt Klaassen terug in 2020. Hoe is het? Ja, lekker hè. Ik ben blij dat je erbij bent, man. Echt. Weer verovert hij twee landstitels. Maar zelfs Davy kan er ook niet voor zorgen dat Ajax het afgelopen seizoen steeds matiger gaat spelen. Je hebt momenten dat het allemaal goed gaat en jouw kant er valt. En dat dwing je misschien af. En dit dwing je dan misschien niet af omdat het zo'n klote seizoen is. Hij speelde in totaal 321 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 93 doelpunten maakte en 50 assists. Maar aan alles komt een eind. Mr. 1-0 had weinig zicht op een basisplaats dit seizoen en dus koos Klaassen eieren voor zijn geld en vertrok naar Inter Milan. Hoeveel heb je gedronken? Genoeg. Maar er is hoop, want Klaassen ging al eens weg en kwam altijd weer terug. Ja, hij is al een keer teruggekomen natuurlijk, vanuit Duitsland. Maar je zegt nooit. Hij is echt Ajax-ziet en ik denk nog zeker dat hij zijn bijdrage gaat hebben bij de club. Want dat is zijn club eigenlijk.